En ons volgend onderwerp gaat over de criminaliteitscijfers. Onlangs is er vanuit het ministerie van Justitie en Politie een persconferentie geweest waarin ze deze cijfers hebben gepresenteerd aan de gemeenschap. Maar het blijkt dat er toch nog onduidelijkheid is over bepaalde cijfers, over bepaalde onderwerpen. En daarover gaan we dan praten met meneer Naarden. Hij is nu aan de telefoon. Meneer Naarden, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? Het gaat goed met mij, dank u wel. We gaan het hebben over de cijfers, de criminaliteitscijfers. Het is al aangegeven dat die niet zijn toegenomen vergeleken met de voorgaande jaren. Maar er zijn cijfers die toch wel opvallen. En we gaan dan kijken naar de suïcidecijfers. Blijkt dat voor het eerste kwartaal, hoort u mee? Ja, ik hoor u. Oh. Het blijkt dat het voor het eerste kwartaal van dit jaar de cijfers al hoger zijn dan de eindcijfers van 2018. Hoe zit het daarmee? Hoe kan dit komen, denkt u? Nou, ik heb geen pasklaar antwoord voor u hoor, van hoe dat kan komen. Maar cijfers liegen niet. Dus ik ben blij dat u als pers extra aandacht hier aan besteedt. En niet alleen maar kijkt naar, naar de strafbare feiten. Want suïcide is geen strafbaar feit. Hè? Iemand die suïcide pleegt, ook als er bij een poging een leven, hier in Suriname is het dus niet strafbaar. In feite, mensen die suïcide plegen, die zijn gewoon slachtoffers van voornamelijk emotionele zaken die spelen in hun leven. Dus nogmaals, ik kan u op dit moment niet zeggen waarom het zo is voor het eerste kwartaal van dit jaar betreft. En de verdere cijfers hebben, het blijkt uit de andere cijfers, dat er toch wel een afname is in criminaliteit. We kijken bijvoorbeeld naar diefstal, inbraak, beroving. Die zijn toch wel veel minder dan de voorgaande jaren. Hoe zou dat kunnen? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met een aantal factoren. Eén, de politiewerk, dat is duidelijk te merken in de cijfers. Twee, ik denk dat de burgerij hoogstwaarschijnlijk ook meer is gaan werken aan hun eigen beveiliging. Het is nu geen unicum meer als mensen camerabeveiliging hebben aan hun woningen. Los van de kiefijzer, plaats met ook alarminstallaties en plaats camerabeveiliging. Dus die zaken zullen zeker ook een bijdrage hebben geleverd. En natuurlijk, het is al bijna een jaar dat wij te kampen hebben dus met een COVID-pandemie. Wat betekent dus dat zeker studenten, scholieren, vaker thuis moesten blijven omdat de scholen gesloten zijn. En dat kan vermoedelijk ook hebben meegeholpen aan, aan de daling, omdat als mensen thuis zijn, hebben inbrekers in feite niet zoveel ruimte om hun praktijken uit te voeren. Dus ik denk dat dat factoren zijn die een rol hebben gespeeld. Maar zeker is dat de politie ook een behoorlijke bijdrage hierin geleverd heeft, omdat we los van dus die speciale operaties die we uitgevoerd hebben de afgelopen periode, is het zo dat de visie van de korpsleiding is van zoveel mogelijk politie patrouilleren op straat, opvallend en onopvallend. Dus ik denk dat al deze factoren hebben meegeholpen aan het terugbrengen dus van de inbraakcijfers. En uit de cijfers die zijn gepresenteerd, blijkt ook dat, dat het aantal verkeersdoden aan het toenemen is. Het is een trieste situatie, u heeft het vaker gezegd. Elke verkeersdode is één te veel. Maar wat kan er nu gedaan worden aan de bewustwording vanuit de, of tenminste naar de gemeenschap toe? Nou, ik kan niet zeggen dus dat de verkeersdoden die vallen in het verkeer. De politie zorgt erbij. Op het hoogste niveau trouwens.
Los Fondos Products yang mana berada is the one human product yang mana Cesar F. Iman di F. Extra Anak Besti NHF NHF the Cook Terapan in Fasa Solo Problemet Andrew Seha Egi Anak Asyik Kegis Nah Mensa di Ezit Lipo Wanda Korup kan? Yeah. Sama Fruk Tega dan si wurde dat de film is slachter verstallen in het verkeer dan mensen die zeg maar slachter worden van moord, doodslag en dat soort van half misdrijven, snap u? We hebben een groot probleem binnen het verkeer en dat zien we ook aan de doden die erin vallen, in het verkeer vallen. Wat betekent dat de politie daar extra aandacht aan besteedt ook? En ik mag u zeggen dat ook vanuit het ministerie men dat ook een als een zeg maar iets ziet dat een niet door kan gaan. Ik mag u vertellen dat ik onlangs nog samen met andere actoren binnen het ministerie van Justitie en Politie en andere deskundigen, we hebben twee keer vergaderd op het ministerie van Justitie en Politie op een zeg maar instigatie van dus de minister van Justitie en Politie om te praten over hoe we communiteit kunnen beheersen door middel van informatie, voorlichten, etc. En die eerste blok die behandeld is geworden is verkeersveiligheid. Toch? Dus ook vanuit het ministerie heeft men ook heel veel aandacht daarvan. Want we zien wat er gebeurt met verkeersveiligheid. Laten we zeggen dus dat de samenleving mag verwachten dat heel binnenkort de extra acties zullen zien van elke ministerie, maar zeker van elke politie. Een van de dingen die men heel gauw gaat zien, los van dus de afdeling die reguleert bezig zijn met verkeerscontrole, zoals mijn collega's van de motorsurveillance die de verkeersaanschaffingsteam PHD die elke dag bezig is. Met een in het verkeer. Ja. Dus het zo is dat binnen die operatie die we nu hebben, je weet nog maar een operatie Sakayu Tempo, ja. Dat er ook een verkeerstak erbij is. En heel binnenkort gaat men merken dat we op de weken waar uit statistieken blijkt dat bij aanrijdingen er veel en soms multiple doden vallen meer naar Inge, dat wel mensen die zwakker worden raken, daarbij de weg naar Brokopondo, ja. Dat de politie daar extra aandacht aan zal besteden in de vorm van extra verkeerscontrole om te voorkomen dus dat er meer doden vallen in het verkeer. Oké, dan is dat duidelijk. Meneer Naden, ik dank u hartelijk voor uw bijdrage hier in Mantintaki. Het is nu duidelijker waar deze cijfers op gebaseerd zijn en wat het ministerie zelf gaat doen om deze cijfers te verminderen. Ik wens u een fijne dag verder toe en tot de volgende keer.